Een grote opluchting. Nederland begint vandaag nog met het zetten van prikken met het Janssen-vaccin. Te beginnen met mensen in de ziekenhuizen en de GGZ. Het Europees Medicijnagentschap oordeelt dat, ondanks dat er een zeldzame bijwerking kan optreden, de voordelen zwaarder wegen dan de risico's. Nou, u bent natuurlijk heel blij hè, dat er vandaag weer begonnen wordt. Het zou natuurlijk wel kunnen dat er ook in Nederland nog wel meldingen gaan komen over die bijwerkingen. Wat moet er dan gebeuren? Zegt u toch stug door blijven prikken of dan alles wel even stilleggen weer? In Amerika is nu 1 op de miljoen. Dus dat is echt heel zeldzaam natuurlijk. Wat er volgens mij vooral moet gebeuren, en dat zegt het Europees Medicijnagentschap ook, is dat je huisartsen, GGD'ers die hiermee prikken, dat je die ook zegt van ja, welke signalen moet je nou afgaan waar je die bijwerking aan kan herkennen? Als mensen hele heftige hoofdpijn krijgen, nou, dan kunnen ze denken, ja, ik ben net gevaccineerd, dat kan van alles zijn. Je kan bijvoorbeeld ook wat koorts krijgen. Nou, als je koorts krijgt, is dat heel logisch. Als je hele zware hoofdpijn hebt, toch naar de huisarts gaan. Want dat kan dus duiden op die hele ernstige bijwerking. Ja. En dan kan je er ook wat aan doen. Ja, maar ik weet, u bent natuurlijk voorstander. U had ook het liefst gezien dat er sowieso werd doorgeprikt. Hè? Dat het niet wel stilgelegd. Maar wat als dan toch die meldingen komen? Wanneer komt u op het punt dat zelfs u zegt, nou, nu even pas op de plaats? Als er heel veel meldingen komen, maar 1 op de miljoen... Ik denk, in Nederland zijn meer dan 20.000 mensen overleden aan het coronavirus. En 1 op de miljoen, dat zijn dus, als we 3 miljoen prikken gaan zetten de komende maanden, gemiddeld zouden dat dan 3 meldingen zijn. Mm-hmm. En van die 7 meldingen in Amerika is er 1 persoon overleden. Dat is natuurlijk heel naar. En dan moet je dus heel goed bovenop zitten dat je die bijwerking op tijd kan aanpakken. Maar de bescherming tegen corona is voor heel veel mensen zoveel belangrijker. Ja. Dat is wat het Europees Medicijnagentschap zegt. We moeten uit die pandemie. De intensive care ligt vol. Ja, niet met mensen die gevaccineerd zijn. Nee, absoluut. Ja, dan is het natuurlijk ook gedoe geweest over het AstraZeneca-vaccin. Dat wordt nu alleen nog aan 60-plussers gegeven, niet aan die 60-minners. En u wilt dat er toch meer keuzevrijheid komt voor die 60-minners. Hoe wilt u dat in de praktijk zien gebeuren? Ja, ik spreek de afgelopen dagen ook huisartsen die zeggen, ja, ik ben eigenlijk door mijn 60-plussers heen, maar ik heb nog vaccin in de koelkast staan. Dus wat moet ik daar nou mee doen? Want die mogen dat nu eigenlijk niet gebruiken. Dat is eigenlijk wel gek, want minister De Jonge heeft gezegd dat dat nu nog niet aan de hand is. Nee, die zei dat dat pas eind mei zou gebeuren, maar ik krijg die signalen dus nu al van meerdere kanten. Die 60-plussers zijn op. Dat is op zich positief natuurlijk. Die hebben allemaal vaccin aangeboden gekregen, maar dan heb je dus nog in de koelkast staan. Gaan we dat dan weggooien? En mij lijkt dat niet zo verstandig. Omdat er echt veel mensen in Nederland zijn die er hartstikke veel belang bij hebben om zo snel mogelijk gevaccineerd te kunnen zijn. Maar betekent dat ook niet dat er veel mensen geen gebruik hebben gemaakt van die uitnodigingen? Dat daardoor voorraad aanwezig is bij de huisartsen? Nee, dat is inderdaad wisselend. Je hoort ook dat er mensen zijn die nu zeggen, nou, ik heb zoveel gehoord over dat AstraZeneca-vaccin. Ik sla even over. Ik wacht dan een paar maanden. Maar ja, er zijn er weer andere. Veel mensen uit de zorg bijvoorbeeld, die huisartsen bellen van, heb je nog over, mag ik dan? Ja. Ja, die huisartsen moeten dan zeggen, nou ja, ik zou je wel willen helpen, maar ik mag niet. Mm. Maar Hugo de Jonge zei daarover, want er is ook een kamermeerderheid hiervoor, hè, dat als die voorraad doorheen is, dat de 60-plussers er doorheen zijn, dat het dan die keuzevrijheid er is. Maar minister de Jonge zegt, ja, het is wel een hele grote puzzel in de uitvoer. Ja, maar op zich, de huisartsen moesten dus 1,5 week geleden heel veel mensen in 1 keer afbellen. En dat waren dan, ik denk wel ook veel aan mijn eigen broer, die werkt in een ziekenhuis. En die zit in een risicogroep. Dus die loopt daar elke dag rond op een plek waar heel veel coronapatiënten binnenkomen. Nou, die had zo'n prikafspraak. Die wordt dan afgebeld, terwijl je denkt, ja, die zou heel veel baat hebben bij dat vaccin. Want hij zit in een risicogroep en ook nog een gevaarlijke omgeving. En die wordt dan afgebeld en moet dan weken langer wachten. Mm. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus als je nou de huisarts de vrijheid geeft om samen met de patiënt te kijken, wat is nou voor jou verstandig? Is het voor jou niet beter om zo snel mogelijk beschermd te zijn tegen het virus? Ja, dan creëer je meer ruimte en dan kun je die prikken die nu in de koelkast liggen ook gaan gebruiken. Dan moet je mensen wel keuzevrijheid durven geven. Han, moet het kabinet daar nu snel werken? Ja, kijk, als er nou 1 plek is waar je volgens mij wat opportunistischer te werk kunt gaan, is het juist hier. Dat doen ze ook. En dat zie je ook in andere landen, in de Verenigde Staten, in het Verenigd Koninkrijk. Dat zijn natuurlijk voorbeelden van landen waar men gewoon zoveel mogelijk prikken zet. En op een gegeven moment mensen ook uitnodigt. Je kunt naar de Walmart om gewoon je prik te halen. Ja, in Nederland moet het allemaal eerst vergaderen, dan de protocollen volgen. Vervolgens moet het protocol is dan weer leidend. Ik snap het wel. Maar de vraag is of het met zo'n crisis nou helemaal werkt. Dus ik ben het helemaal eens met Jan. Je moet daar volgens mij die huisartsen wat meer ruimte geven. Ja. En je bent volgens mij niet de enige die daar ook wel is. Want Marcel Levy deed het ook. Ja, bijzonder arts natuurlijk. Ja. Nou is er een meerderheid voor in de Kamer. Dus u staat ook wat dat betreft niet alleen hierin. Maar hoe hoog gaat u dit spelen? Want Hugo de Jonge lijkt nog niet enorm enthousiast. Ja, hij had gezegd, ik ga het dus voor 30 mei inderdaad wel mogelijk maken. Mm-hmm. Ik denk alleen dat het sneller nodig is. Omdat anders die vaccins nog 1 maand daar in de koelkasten bij de huisartsen moeten blijven liggen. Dus wat gaat u nu concreet? Morgen in het coronadebat hem vragen om nu ervoor te zorgen dat die huisartsen die vrijheid krijgen. En dat hij dat ook uitspreekt. Zodat ze ook niet zich zorgen hoeven te maken van, ja, als ik dan een patiënt die mij smeekt om een vaccin
toch die prik zet, dat die dan aansprakelijk zou zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn. Er zijn best veel mensen, of het nou 50-plussers zijn, of mensen kwetsbaren of risicogroepen, die zeggen, ik wil gewoon zo snel mogelijk die bescherming. Dan zou het mooi zijn als dat ook gewoon mogelijk wordt. Ja.